Dus wat doe ik dan? Dan schakel ik de hulptroepen in. We gaan de poppet legen. Ontruus. Hey. Laatste dagje, jongen. Laatste dagje alweer, ja. Dan ga je ons verlaten. Eindelijk. Het is alweer tijd. Wat eindelijk, man. Je loopt al 2 weken te roepen dat je mij gaat missen. Nou, maar ik denk dat we je wel vaker gaan zien in de vlogs. Ja, denk het wel, denk het wel. Maar raak je niet zo makkelijk kwijt. Nieuwe weekvlog. Laatste dagje van ons, Ries. Eerste dagje van Devin. Oh nee, je bent er wel. Wat gaan we vandaag doen, Ries? Heel veel springen. Hij moet gewoon werken, laatste werkdagje. Wat gaan we doen? Heel veel springen. Vanavond gaan we de foampit opkloppen. Als verrassingje voor Ries. Ja. Lekker! Yes! Dat is een verrassing voor Ries. Ja. Want anders mag Ries hem alleen doen, hè? Ja. Het is zijn kinderfeestje. Het afscheidsfeestje. Maar hij heeft geen tractatie bij, dus ik denk dat hij hem alleen moet doen. Ik heb een peperkoek bij en een blikje cola vanille. Kiezen. Jongens, nieuwe weekvlog. Online op woensdag. Hebben jullie al geabonneerd, maar nog niet op het belletje gedrukt? Klik even op het belletje. Dan zie je alle video's. Er komen heel veel gekke video's aan. Ook buiten de normale vlogs. Hoe is het met mijn groot vriend? Goed. Ja? Leuk dat je er weer bent, jongen. Heb je vandaag les gehad van Richard? Ja. En had je gehoord dat hij wegging? Oh nee. Richard die gaat weg bij ons. Oh, waar gaat hij dan heen? Ja, hij gaat weg. Vind je dat jammer? Ja. Wij ook. Maar blijf je wel lekker trainen? Ja. Goed zo. Liken en abonneer. Duimpje. Als ik mijn dubbel layout land, moeten jullie allemaal liken en abonneren. Oh. Like en sub. Ja, maar hoe dan? Hoe dan? Like en sub. Ja, dat kost een like en sub voor iedereen. Hallo, het is je boy Kai. Ik ben weer bij CrossJumps. En je moet zeker een like achterlaten en abonneren. Maar nu een mop. Hoe noem je Brett die heel dik is? Brett Kroket. Netjes! Volg je Brett Raket ook al op YouTube? Hij heeft een eigen YouTube kanaal, hè Brett? Oeh, dat wist ik nog niet. Doet hij ook zingen? Zingen? Ja. Wist niet dat hij daar kon? Kan hij ook niet, maar hij probeert het wel. Nee joh, Brett kan heel goed zingen. Ga je hem ook al abonneren op Brett Raket? Ja, dat ga ik of zeker Brett doen. Brett Kroket, hoe gaan we hem noemen? Brett Raket eet een kroket. Wat vind jij ervan dat Richard weggaat? Heel jammer. Ja, maar wat doen we eraan? Misschien komt hij wel een keertje mee trainen. Moet je een keer vragen, training met Richard. Cool. Cool. Die mannen die kunnen springen. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ik ga freestyle doen. Ik ga traditioneel doen. De freestyler gaat traditioneel doen en andersom. Ja. En daar komt bij Greg op zijn site? Ja, ooit wel. Ooit wel. Ooit. Daar gaat goed komen. Zet hem op, jongens. En dan moet jij nou na doen. Ja. Zet hem op, jongen. Dankjewel. Gaat Dante dit doen, denk je? Hij gaat het wel doen, maar of het netjes is, is het anders. Ik vond hem eigenlijk heel goed ook nog. Ja. Oh, kom maar. Oh. Kan hij mee naar Tokio? Hij mag mee naar Tokio. Tokio, nieuwe carrière. Oh. Milko, wat ga je doen? Backflip, Brani, full, Rudy, naar dubbel full. En dan traditioneel netjes. Traditioneel netjes. Jij gaat hem nadoen, hè? Ja, zeker. Dat was heel netjes. Nou jij. Jongens, als jullie deze video willen zien tussen de battle van hun binnenkort bij Crackro. De challenge van deze week. Wie doet hem na? Komt.
Ja, doen we eens een paar keer. En dan is natuurlijk truc, twee keer achter elkaar. Dat is veel moeilijker. Hij is gek. Wie lukt het? Ja. Hij heeft hem, ja. Hij had hem. Ik heb een kleine challenge voor Milko, want hij verveelt zich een beetje. Milko, 6 tricks en alles moet dubbel. Alles dubbel. Verschillende tricks. Ja. Oké. Ik even nadenken. Oké, je hebt 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 tricks. 1, 2, 3. 5 en de laatste. Hoppakee. Dat is gewoon te makkelijk voor hem. Alles squat doen? Zullen we niet doen, hè? Nee. Pittig, hè? Nou ja, als je de tijd hebt, dat dan lukt het wel. Maar nou, gelukkig heb ik een redelijk aantal sprongen dat ik altijd kan gebruiken. Wie ben jij? Dominique. Dominique. En waarom ben jij hier? Om te trainen. Om te trainen? Maar ik heb wel gehoord dat jij fan bent van onze vlog. En wanneer als ik met jou hier een kwartiertje lekker op de airtrack mee ga trainen? Zou je dat leuk vinden? Ja. Zullen we dan maar eens gaan beginnen? Je mag kiezen. Ja? Of met Devin, of met mij. Devin. Jij wordt toch Devin? Box. Maar ik hoorde dat jij ook een YouTube kanaal hebt. Hoe heet jouw YouTube kanaal? VDM. Oké, nou die moeten we dan ook even gaan checken, Devin. Ja, dat denk ik wel. Ja? Nou, veel plezier. Heb je nog een trucje waar je wil oefenen met Devin? Een walspin. Een walspin? Oh, dat is een mooie trick. Daar kan hij niet zo goed in. Oh, die kan ik zelfs. Maar dat gaan wij regelen. Loop maar eens mee. We pakken even de muur. Heb jij die vlog gezien dat Jock een parcours leerde? Ja? En was ik een beetje goed? Zo. Dat is echt genoeg. Kan jij hem denk ik tegen deze muur doen? Ja, laten we eens zien. Oh. Hij kan nu ook kort tegen de rechtermuur denk ik. Ja, laat hij eens tegen de rechtermuur al zien. Oh, okay. Netjes. Ik vond hem heel goed. Een armbie backflip, kan je dat? Ja? Probeer die eerst, want dan heb ik denk ik wel iets leuks. Kijk, die lukt hè. Oh jee, nou moet ik wel springen doen. Nou, wat mijn idee was, is om een walspin te maken tegen de muur aan. Ik land dan in dit geval die kant op, dan maak ik de rol. En dan zou ik hem gelijk uitstappen naar Armin Bechtel. Die kunnen we wel gaan oefenen. Dus dan gaan we even kijken of die maar gaat lukken. Wat denk jij? Gaat het even lukken? Ja. Walspin, rollen, Arabier. Ik kan wel wat vloeiender. Nou, eerst een keer. Probeer anders eerst eens een walspin te maken en dan te rollen. Kijk of dat lukt. Probeer het maar eens. Dominique, wat gaan we doen? Synchroon Arabie back. Synchroon Arabie back. Ja, dat wil zeggen dat we tegelijk Arabie backflip gaan proberen. Net is die gelukt. Kijk of die nu weer lukt. Komt, ik ga hem ervoor staan. 1, ja. Ik vond hem heel mooi. Netjes. Skip, doe die filmpje in de vlog. Alsjeblieft, want dat werkt heel goed bij hem. Alsjeblieft. Goed zo. Skip wel even doen, hè? Anders geven we je stompen. Of niet? Ja. Ja, goed zo. Vandaag is de grote dag dat iedereen altijd helemaal weg is. Al ons personeel had ik gebeld. Niemand van de Crossrooms crew wil werken. Dus wat doe ik dan? Dan schakel ik de hulptroep in. Hey! We gaan de foampit legen. Hoppakee! Ja joh, ik begin maar. Ik zie jullie wel over 2 uur. En nu is het nog leuk, maar hoe is het over 2 uur? Is je al leeg? Ja, bijna. We zijn klaar. Nou, zet hem op jongens. Jongens, dit duurt lang joh. Hey, Jamie, ja, doe het dan zelf. We zijn al bijna 3 kwartier bezig joh. Sorry. Doe het dan zelf. Hey Robin, wat zien we daar? Is dat nou de bodem? Nee, ik heb vandaag nog geen eens een blokje foam gezien. Wauw. Hij heeft zelfs je bril op. Is dat nou de bodem? Nee, dat zijn de bril. Hey directeur, hoe doet iedereen het? Matig. Matig. Jij bent natuurlijk de hardste werk hier nou, hè? Ja. Ja, kijk, ze gooien dan. Hop. Hoppatee. Hoppatee. De mannen zijn nou ongeveer een half uurtje bezig. Dit wordt echt een nieuw record, denk ik. Kijk eens hoeveel er al uit is. Allemaal pluisjes in mijn ogen. Dames en heren, vinden jullie het nog steeds leuk? Ja! Goed zo, dan mogen jullie het iedere week komen doen. Maatje, wat heb je gevonden? Een nepnagel. Daarom, jongens en meisjes, geen nepnagels. Wat heb jij gevonden, maatje? Volgens mij is dit de tape van Kai van de vorige video's. Ja. En pleister. Pleister, en wat heb jij gevonden? Mijn hartje. Een hartje? Ja. Ik weet wel waar die van is. Love naar alle kijkers. Die is toen Jesse de 100.000 abonnees had. En wat heb jij gevonden? Tape, waarschijnlijk van Kai. En een sok.
plastic, sok en een bandje. Wat heb jij gevonden? Het begin van een miljoen. Wat heb jij? 10 cent. Hij moet ook gegeten worden. Hè? Man. En daarom moet de foambit geleegd worden. Klein beetje stukjes. En? Echt kapot. Helemaal kapot? Ja. Van die 10 blokjes die je eruit hebt gegooid. Ik heb de helft van de foambit gedaan. Wat? Breaking news. Brett is ziek, dus hij kan niet helpen. Ja, dat is heel jammer. Morgen is je weer fit, hoor. Hopelijk wel. Wat heb je nou weer gevonden? Nou, ik niet. Hij heeft een schedelarmbandje gevonden. Dank jongens, zijn jullie klaar? Kom er even allemaal uit. Bezems weg. Niet meer in de foampit. Heel even wachten. 3, 2, 1. Ja, ik word weer terug. Holy shit! Ja, dat maakt niet uit. Oké. Werken. Ik ga er echt in vallen. Laatste blokjes, gooi er maar in. Ja, niet! Oh.